Ja, Kenny Thijs, ik wil jou vragen naar jouw gevoel na deze wedstrijd. Maar volgens mij spreekt jouw gezicht boekdelen. Ja, het is kloten. Waar gaat het vanavond mis? Een doelpunt te maken. Ik denk dat we hebben genoeg gecreëerd. Als ik 30 kansen zeg, overdrijf ik niet volgens mij. En als je ziet hoe weinig wij tussen de palen dan hebben geschoten, dan moeten we toch even in de spiegel kijken allemaal. Want je loopt jezelf van de tering eigenlijk voor niks. En ja, eigenlijk geen andere woorden voor. Ja, dat die ballen er dan niet ingaan, dat kan een keer gebeuren. Dan kan je zeggen dat is pech. Maar ja, als het zo vaak gebeurt, dan zeg je zelf inderdaad ook al, dan moet je bij jezelf te raden gaan. Ja, dit is frustrerend. Je doet er alles aan. Creëert talloze kansen. Maar ik vind ons te vaak onzorgvuldig en gewoon niet tussen de palen schieten. Eigen schuld gewoon allemaal. En als je dan ook zelf nog de doelpunten weggeeft aan FC Twente, hè? Met name die eerste treffen in de eerste helft, dan zagen jullie er volgens mij verdedigend ook niet top uit. Nee, ik vind dat we dan gewoon wat resoluter moeten ingrijpen. Dan staan we een beetje te kijken. Nou ja, schiet hij in de tweede goal, is hetzelfde eigenlijk. Staan we te kijken en dan schiet hem erin. Dat mag allemaal niet gebeuren. Je hebt het eigenlijk alsnog zelf in de hand, maar ja, je laat het liggen. Dan verdien je het ook niet, vind ik. Nee. Die derde periode stond vanavond op het spel. Als je dan nu uiteindelijk bedenkt dat FC Os die periode pakt, dan maakt het misschien allemaal nog net een tikje zuurder ook. Ja, ik vind het triest. Laten we het daarbij houden. Jij speelt weer mee. Die schorsing hangt nog steeds ergens boven de markt. Hè. Jullie zijn in beroep gegaan. Was het apart voor jou om in de afgelopen weken die onzekerheid te hebben van kan je wel meedoen, kan je niet meedoen? Ja, vervelend. Het is nogal wat gedoe. Vooral omdat andere scheidsrechters en ikzelf ook hier gewoon onterecht vonden en ik er eigenlijk niks aan kon doen. En niet mijn fout was. Dan is het minder zuur voor mezelf. Maar ja, zodra ik kan spelen, dan wil ik gewoon belangrijk zijn en er alles voor doen om te winnen. Dat heb ik geprobeerd, maar we hebben het zelf laten liggen.